Proficiat, pa. Met uw onderste verjaardag. Het is een zonnige, koude dag in maart. En we gaan weer op wandel. Gij zoals gewoonlijk te voet naar alles ontkijken. Om nadien een tekening of een schilderij van te maken. Ondertussen een sigaretje ontroken. En ik met de go-kar. Tot aan de Kluizenkapel. Waar we meestal een kaars deden branden. Zomaar, omdat dat plezant was. En dan nadien verder door de bos en de struiken. Tot aan het plein waar de zweefvliegers toekwamen. En dat waren altijd vrij plezante momenten samen aan het wandelen. Om dan nadien thuis terug een goede shot soep te drinken. En dan waren we weer een paar uur verder.